Nu de maatregelen tegen het coronavirus versoepelen per 1 juni, opent gemeenschapshuis De Kuip in Kolmsgaten haar deuren weer. Op 1 juni staat er gelijk al een activiteit op de planning. Namelijk gezinscompetitie wc-borstel gooien, waarbij het principe van klootschieten wordt gevolgd. De heropening gaat onder strikte coronarichtlijnen. Het bezoeken van De Kuip gaat onder reservering of triage aan de deur. Er zijn in De Kuip diverse maatregelen getroffen om op een veilige manier De Kuip te bezoeken. Zo is er eenrichtingsverkeer, zijn er maatregelen voor het gebruik van het toilet, kan en moet er 1,5 meter afstand gehouden worden en worden hygiënemaatregelen zoals desinfecteren van de handen bij binnenkomst gemeld. Kijk voor meer informatie op www.de-kuip.nl/corona.